Lekker Vel is een zomerkamp in Nieuwebrug dat wordt georganiseerd voor kinderen met overgewicht. Zij voeren strijd om af te vallen, willen minder gepest worden en zich zekerder voelen. Verslaggever Arbel Eschet volgde hen tijdens een week vol activiteiten, emoties en plezier. Zo, dit is mijn bed. Hallo! Mijn naam is Michelle en ik ben 10 jaar. Ik woon in Hekendorp. Zo. Voor mijn geboorte was ik niet dik, maar toen ik 4 jaar begon, dus bij de kleuter, begon ik een beetje dikker te worden. En dan ga ik snoepjes eten en dat is dan weer, en dan word je weer dik. En dan, ja, je kan wel afvallen, maar dat is best moeilijk. Dit is de snoepkast en die zit nou op slot. En daar is de sleutel dus. Andere kant. Allemaal wijngumpjes. Soms vergeet mama de kast wel eens dicht te doen. Dan is het heel soms. Dit is het scoutinggebouw waar ik op zit. Ik ben Eva, ik ben 17 jaar. Ik woon in Gouda. Nou ja, als ik verdrietig ben, ga ik eten. De ander gaat roken, de ander gaat drugs gebruiken, de ander gaat drinken, de ander gaat sporten. En zo heb ik eten. Nou, ik ben Lester, ik ben 13. Je bent niet echt dik, als ik je zo zie. Nou, in de Zaandam, waar ik dus woon, is het een heel erg ideaal om net zo dun te zijn als fotomodellen. Maar dus als je 1 of 2 centimeter te dik bent of je hebt 1 of 2 kilootjes overgewicht, dan is het meteen, hey dikke, hey bolle, hoe gaat het? Hij wordt natuurlijk gepest. Gepest worden is niet leuk. Dus is het een probleem. Nee, het is eigenlijk niet leuk om dik te zijn. Dat niet. Verse bonen, aardbeisje, light, mozzarella, light, rijstwafels mag altijd, in plaats van brood bijvoorbeeld, ja. Paprika, dus ja, dat eet wij hier. Misschien wil jij nog andere mensen dan, zeg ik ga jullie gang. Ik zie jullie zo. Goed zo. Hallo. Hoi. Hoi, ik ben Fleur. Hoi Michelle, gezellig dat je er bent. Ja, wat staat je dan te verwachten? Waar haal je mond? Ja, oké. Okay. Kom nog naar huis toe? Nee, lekker te laat. Dat ze ook actief van wordt. En bedankt! Ja, toen ik hier kwam, vond ik het nog wel best wel eng de eerste dag. Want hey, op mijn andere kampen lieten ze me geen eens de kans geven om iets te doen, want zeg van, jij bent toch maar dik en ja, je kan helemaal niks, dus waarom zou je meedoen en zo? Nou, het zijn net als mijners en zo, dan word je niet uitgescholden. Want als je zegt, hey dikke, nou dan ben je, dan is, ze zijn het zelf ook. Nee, je hoeft mij niet te missen. Ik ben maar 7 kilometer hier vandaan. 8. Oh, 8 dan. Kom maar mee, gezellig. Ja, want je bent er natuurlijk nog niet geweest. Ik ga je het even vertellen. We gaan eerst even wegen. Dan gaan we aan het einde van de week gaan we nog een keer wegen. Dan gaan we eens kijken hoeveel je kwijt bent deze week. Oké. Rechte rug. 109. Wat is de reden dat je hier bent gekomen? Ja, omdat ik mezelf wel dik voel en wilde afvallen. Ja. 108. Hoeveel wil je deze week eraf? Wat is je doel even deze week? Ja. Misschien 2? Goed, hè? Ja. Nee, dat vind ik zo een beetje irritant om te kijken. Irritant om te kijken op de weegschaal? Ja. Nee, maar je hoeft ook niet te kijken.
Zullen we dat afspreken? Als je naar mij kijkt. Ja, ga maar staan. Kijk maar voor. Naar mij kijken. Helemaal goed. Nou, helemaal precies. Goed, ga er maar af. Nou, dat heb je helemaal goed gegokt. 73. Hé, hey, vertel eens, waarom ben je naar dit kamp gekomen? Wat was een beetje de reden, zeg maar? Nou, afvallen en ik was niet mee geweest op schoolkamp. Oh! En dus daar was het wel leuk om toch een kamp te gaan doen. Ja. Ik was niet naar schoolkamp geweest. Dat was om een paar redenen. Ik werd gepest. Ik dacht dat ik gepest zou worden. En daardoor was ik kotsmisselijk thuis. Dus... 104 is dat. Ik denk dat Suzanne, dat kleine meisje met die bril, denk dat zij de lichtste is en daarna ik en daarna andere. Oh, ja, jij bent echt niet dik hoor. Jij bent niet dik? Ruilen van figuur? Wat doe? Nee. Nee? Nee. Wat jammer. Ik ben Fleur. Ik ben Eva. Ik ben Jumani. Ik ben Dennis. Ik ben Lester. De enige hoofdzaak is gewoon dat deze kinderen gewoon weer vertrouwen krijgen in hunzelf. Dat ze zich lekker gaan voelen. En als je aan het einde van zo'n kamp na 5 dagen weer wat kilo's kwijt bent, dan voel je je wat lekkerder. Dus zelf zeker, dus zelf lekker in je vel. De scouwvlam? Dat is een zoldertje met heel veel spinnen. Dat is een soort voor je pijn in je keel. Een bubbelisje. Weet het nog. Krekkertjes en... Weet het nog, ik weet het nog. Yes! Van zulke. Iedereen die mag nu... op dit moment naar zijn kamer toe om snoep, koek bij mij in te komen leveren, bij ons. Nou, gooi er maar in. Wat voor een kamer? Top. Ja. Ik kom naar huis. Je mag toch al, je mag toch al van. Je bent toch? Ja. Proost. Handen. Ja. Ik zet hem al op. Dan eet hij dat ook al niet meer. Eén koekoek maar. Wat maken ze? Hete peper? Nee. Ik vind het wel lekker, maar die broccoli en die tomaatjes vind ik vies. Hij is groen. Nou, ik vind er niet veel aan, want ik lust niet veel. Rianne, we gaan niet zo moeilijk doen. We gaan gewoon proberen. Al het overige eten wat je op je bord hebt liggen, dat kun je even bij Melvin kwijt. Ik vind het echt heel leuk al. Beetje babbelen. Beetje keten. Zonder snoep dan. Het is een dieetkamp. Moeilijk? Ja, dat wel. Want thuis, ja, toch anders. Thuis vraag ik mama welke snoepje en dat ken je hier niet. Mis je dat? Ja, een beetje. Maar dat mis je heel veel. Maar ik moet mijn ding opruimen. Nee hoor, nog niet. Huh? Ik heb het nu al koud. Jee. Yeah. Normaal doen. Jongens. Welterusten allemaal. Slaap lekker. Doei. Morgen fris en fruitig weer op, ja? Phew. Dit is jouw dieet, dus dit moet je volgen. En je moet per dag bij gaan houden hoeveel stippen je hebt. Boterham is bijvoorbeeld 3 stippen. Maar ik mag 49 op een dag. En dan is boter, moet je op je brood natuurlijk. Maar 10 uur mag ik nog een keer wat eten. Dus je bent wel heel goed bezig. Ja, maar soms doe ik uit de kast toch wel een snoepje pakken. Stiekem. Ja, ook. Het is niet leuk om het te hebben als je dik bent of slaapt aan snoep. Dus net als sigaretten als mijn moeder. Nou, je denkt, ik heb honger, ik wil een snoepje. Ik wil wat zoet, ik wil wat kauwen, je mond wil kauwen. Eten is het enige waar ik deze dag aan denk. Eten is mijn vriend en vijand tegelijk. Zolang als het duurt, ben ik van plan om niet op te geven. Nooit niet, al denk ik vaak, ik wil niet meer strijden. Het is vermoeiend, maar eten is waar ik elke dag aan denk. Mijn strijd van elke dag. Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje dikker geweest dan andere kinderen. Maar sinds groep 6 is het wel echt fors aangekomen. Ik werd veel gepest en werd buitengesloten. En toen ik naar de middelbare school ging, werd ik nog meer gepest en nog meer buitengesloten. En toen ging ik eten. Ja, toen werd ik dikker.
heel veel mensen zoals ik eten hun verdriet weg. Ja, het is een constante lopende band van eten, zeg maar. Wat ik niet fijn vind meer nu. Want ik ben hier bij dit kamp om af te vallen. Ja, weg van je school. Natuur. Ja, heerlijk. Nou, ik kom mijn activiteit uit. Kom maar harder, hè. Ik heb niet echt het gevoel van, oh, ik wil nu wel snoepen. Dat heb ik echt totaal niet. Dat verbaast me ook wel een beetje. Ja, met sporten en plezier hebben vergeet je ook op een gegeven moment het snoepen. Dus ik hoor deze kids niet over ik wil snoep. Welk dier is het symbool van Nederland? Leeuw. Ik wil slaap! Oh. Ja. Leeuw. Yay! Goed. Frederik? Oh, en dinges? Het is absoluut geen dieet. Het heet geen Sonja Bakker of iets in die termen. Kinderen kun je niet op dieet zetten. Kinderen kun je alleen maar bewust laten worden van het eten wat goed voor ze is. Jam, jam. Eerst kijken. Even eens erachter, hè. Wat sla eten, daarna krijgen jullie pannenkoeken. Ik lust geen sla. Ik lust geen ijsbordje. Vraag je wat. Nou, ik wil eigenlijk helemaal geen sla. Stink jongen. We're getting tortured. Eeuw, zit iets op. Eet smakelijk allemaal. Ja, hier is het ook niet door. Ja. Gewoon douwen. Zij zou geen eten gegooid en zeker niet naar mij toe. En ik heb gezegd dat je deze drie opeet en je eet ze gewoon op. Anders geen pannenkoeken. Ook niet voor de rest van je vriendjes en vriendinnetjes. Ja, dat is een fucker. Eet hem. Het is niet anders. Ook niet voor mij. Nee. Voor niemand. Op. Please. Alsjeblieft. Doe allemaal. Kijk. Douw het gewoon in je mond. Douw alles in een keer in je mond. Neus dicht. Kauwen. Kauwen. Slikken. Pannenkoeken. Nou, de ene groep die is hier en de andere groep die is nu naar Bodegraven aan het fietsen. Een half uurtje doen ze er ongeveer over. En dan gaan ze daar een gezonde snack kopen van een euro ongeveer. Dit is nog pittig gewoon. Nou, we zijn een beetje verdwaald. En we doen er inmiddels al anderhalf uur over in plaats van een half uur. Mag ik iets vragen? Wij moeten naar Bodegraven. Je blijft dit pad blijf je volgen. Ja. Binnen het uur beter. Ik heb bedankt in ieder geval. Nee. Geen zak meer aan. Straks nemen we de korte route, hè? Helemaal terug en dan rechtsaf. Maar je zit wel verkeerd, hoor. Ik vind het wel grappig. 4,3 kilometer. Het einde is in zicht. 5,5. Ja, dat is daarin. Hoop chaos. Ik ben moe. Ik wil een KFC bucket. Nooit verhoord. Wat is het? Kentucky Fried Chicken. Zo'n bak met kipjes. En een grote cola. Nou jongens, dan zijn we er eindelijk. Heel goed. Yeah. Zwemmen! Daar zijn die trouwens. Hij tocht al, hè? Ja. Bobbetje! Lekker in het water wakker worden. Ik ga eigenlijk niet zo vaak naar het zwembad. Meestal schalten die mensen me daar uit voor van alles en nog wat.
dikke, bolle. Hé, hey, Michelle Knel. Of Michelle, ga je weer naar school toe rollen? Oh, God. Dat was niet leuk, want die wordt dan uitgescholden en dan kwetsen mensen hier wel erg mee. Net als slaan of zo, dat is hetzelfde. Nou ja, je blijft thuis en je leeft in je eigen wereld, omdat je weet dat als je naar de buitenwereld gaat, zijn er altijd mensen die je raar aankijken met omdat je anders uit is ziet of zo. Hier wordt er niet echt zoveel gepest zoals anders thuis wel heel erg wordt gedaan bij mij. En ja, hier word ik ook niet uitgelachen, zo niet. Hier kan ik gewoon zijn wie ik ben. Oké, jongens. Tel even tot drie, dan gaan we even met z'n allen heel hard lachen. Alles eruit. 3, 2, 1. Oké, 3, 2, 1, stil. Gaby, als jij dan gepest wordt, wat wordt er dan tegen jou gezegd? Ja, dikke. Ja, dat ik niet op school hoor, waar ik op school zit, tot ik daar niet thuis hoor. Frederik, kun jij iets vertellen over jouw ervaring met pesten? Het gebeurde nooit als ik of met een hond aan het wandelen was en sinds ik de piercing heb. Ja, ik ga het zeggen. Tattoos werken ook. Tattoos werken ook. Misschien één keer in de twee weken komt er weer een nieuwe pijnlijke opmerking. Kun je een pijnlijke opmerking met ons delen? Nee. Liever niet. Melvin, zou jij hierop kunnen reageren? Proberen. Zou je dan iets kunnen vertellen? Het is moeilijk, hè? Ja, het is moeilijk. Nou, vroeger op de basisschool had ik één vriend. Maar toen ik naar de middelbare school ging, ging dat uit elkaar. En sindsdien heb ik eigenlijk niemand. Op school ook helemaal niemand. In de pauze sta ik ook tegen de kluisjes aan om niks te doen, muziek te luisteren of zo. Niemand die met mij wil praten. In de klas ben ik ook een niemand in principe. Ik zit naast niemand, heel soms, omdat de leraar het wil, maar anders niet. Wat doet dat met je, Arthur? Ja, dat doet pijn. Hoe ga jij de pauzes door? Hoe overleef jij de pauzes? Heb je dan vrienden of niet? Nee, ik heb gewoon nooit echt vrienden gehad. En daarom vond ik het hier zo fijn. Gewoon iedere pauze moet ik maar gewoon een beetje in een hoekje gaan staan. En dat soort dingen. Omdat ik gewoon... Ik kan geen eens meer normaal in de aula zitten. Omdat ik dan gewoon zoveel problemen krijg. Dus daarom ben ik nu ook al eigenlijk soort van school gepest. Wat heftig. Ja. In principe is het hier hetzelfde als gamen, dat je gewoon weg bent van de buitenwereld, omdat je weet dat de mensen hier gewoon je accepteren wie je bent. En dat is in de buitenwereld niet zo. Vrienden maken is hier best wel belangrijk en heel fijn om hier te zijn. Ja, thuis heb ik gewoon niet zoveel vrienden. Dat is gewoon voor mij, ja, dat heb ik gewoon niet. En op school ook niet. Dit moet dan een lachend gezicht worden en hier een huilend gezicht. En dan wordt het lachen en huilen maakt vriendschap. Slip
Dat ja, meer, en? Dat is wel meer. Bij mij staat 2 snackbars. Echt gewoon ja, 3 minuten lopen van mijn huis. Dus ik zit er precies tussenin. En dan loop ik de ene kant op. Hey, snackbar. Dan loop ik de andere kant op. Hey, snackbar. Bij mij achter komt de McDonald's. Dus ik kan er gewoon zo heen lopen. Oh, dat is erg. Maak je echt veel meer vrienden dan gewoon thuis. Want daar zijn mensen ook wel heel veel dun. Niemand pest of discrimineert. En je kan niet zeggen, ja, je bent dik, want iedereen hier is dik. Stel, ik vind een meisje leuk in mijn wijk, dat zou dan niet kunnen. Want of ze schamen zich voor mij, omdat ik wat steviger ben. Of ze vinden me wel leuk, maar dan lopen zij weer het gevaar om ook gepest te worden. Dus, maar hier is het gewoon heel gezellig. Hij heeft mij verkering gevraagd en ik heb nee gezegd. Slecht. En nu heeft hij verkering met Rianne sinds vanochtend. Ik haat Nadie. Hij is heel aardig en hij lijkt op een katje. Ja. Nou ja, je checkt natuurlijk altijd even de meidenkamer en hoe de jongens hebben geslapen. En toen kwam ik bij Eva vanochtend iets tegen waar ik een beetje van schrok. En ik laat het even zien. Dat was dit. Jongens, pauze. Heel even. Oké, lekker. Wat heb jij gedacht toen je dit schreef? Ik denk eigenlijk gewoon een Thijsje. Wat zeg je? Ik denk eigenlijk gewoon een Thijsje dat ik eigenlijk niet meer verder wil. Je denkt al een tijdje dat je niet meer verder wil met wat, Eva? Met het leven. Kun je mij een beetje vertellen hoe dit komt? Wel een beetje door school. Door school? Ik word nog wel eens buitengesloten. Buitengesloten? Door de kinderen die daar ook zitten? Door je klasgenoten? Ja. Hoe doen ze dat dan? Het is moeilijk, hè? Ik wil nu gewoon dat ik hulp krijg. Dat ik straks gewoon door kan met mijn leven. Dat ik niet nog ongelukkiger word dan nu. Oké, voor Eva. Ik vind het leuk dat je er bent. En je bent lief. Goed om jou. En doe ik zo wat bij je heen. Zo. Ik schrijf gewoon voor iedereen wat. Nou, omdat dat wel, als ik er eentje geef, is dat ook niet leuk. Iedereen is wel aardig. Ik dans en ik zing en ik lach en ik zing, want ik dans.
Wel jammer. Ik kan het afgelopen weer. Het is nog niet afgelopen, hè? Nog niet. We hebben natuurlijk aan het begin van de week hebben we op de weegschaal gestaan met z'n allen. En dat gaan we nu weer doen. En dan gaan we gewoon kijken hoeveel jullie kwijt zijn. Dit is het moment van de waarheid. Nou, ik zou niet weten, maar ik hoop dat er wel iets af is gegaan. Nou, kom. Gaan we wegen. Ga maar staan. En recht voor je kijken, rechte rug. Rechte rug. Recht voor je kijken. Goed zo. Hoeveel? 86 ben je nu. Je bent 5 kilo afgevallen. Oh, oh, oh. Recht voor je kijken, recht voor je kijken. 50, 60, 62 kilo. 3 kilo afgevallen! Ja, 62. Yes! Yes! Je bent 2 kilo afgevallen. Het is gewoon 2 kilo, joh. Kun je het zien? 69. 4 kilo is die afgevallen. No! In 1 week, hè? Nou, wat ik mee zou nemen van deze week. De leuke gebeurtenissen, vele vrienden die ik gemaakt heb. En gewoon wat ze me hier hebben geleerd over hoe je met eten moet omgaan. Ja, zie je? 76 is het. Ben je 11 centimeter kwijt van je buik? Dat weet je wel. Dat vind je wel. Zo! Oh! 108. Dan ben je een kilo afgevallen. Ja, ik was oorspronkelijk gewoon een onzeker meisje. Maar nu ben ik gewoon een meisje dat hoort te zijn. Vrolijk, blij en zo. Hey Arthur, weet je nog hoeveel je woog toen je hier kwam? Ik wil het niet weten. Oh ja, je wilde het niet weten. Je bent 3 kilo afgevallen. Ik ben echt trots op je, Arthur. Je doet het toch maar weer even, die 3 kilo. 108. 14 centimeter voor je buik af. Het is weer straks weer terug naar de harde wereld. Tenminste, zo zie ik het. Straks moet jij weer je moeilijke momenten weer proberen dat niet te proberen te eten. En als je ouders niet thuis zijn, niet proberen te eten. Als je alleen thuis bent, niet proberen te eten. Het is toch allemaal weer knokken. Gaat het lukken? Ik denk het wel. Ik durf geen ja te zeggen. Afgevallen. Ik ben 62. Echt waar? Echt waar. Gefeliciteerd. Meen je niet? Ik denk dat ik ook blij van week. Je ziet er goed uit. Fantastisch. Jongen, jongen, wat vind je er zo van dan? Ja. In een week? Supercool. Ja. Op de een of andere manier is het toch wel... Het is fijn dat ik gepest werd, want anders had ik deze mooie mensen nooit ontmoet. Oh man, ik ga even. Ja, dat is wel echt. Ik moet graag even op. En ja, het gaat wel heel erg goed met eten. Ik lust bijna nu voor alles behalve tomaten.